Goedenavond. Vanavond hebben we een speciale uitzending van Late Night. We hebben het over boeken en de opvoeding en ouder-kindrelaties. Aan tafel hebben we vanavond uitgever Amber Graskamp, schrijver Marcel Meuring en student Lisa de Jong en de kinderpsychologe Julianne de Groot. Fijn dat u kijkt naar Late Night, het leukste programma op de Nederlandse televisie. Vanavond hebben we het dus over boeken. Dan gaan we het nu hebben over het eerste boek van vanavond, De Neef van Herman Koch. Mevrouw Graskamp, welkom. Hallo, dankjewel. U kunt ons wat meer vertellen over het boek? Het boek gaat over Paul en zijn vrouw Claire, die het eten zijn in een restaurant met zijn broer Serge en zijn vrouw Babette. Het boek is verdeeld in allerlei gangen van een diner. En na het hoofdgerecht gaat Paul naar de wc en als hij terugkomt, zijn zijn vrouw Claire en zijn schoonzus Babette naar buiten gegaan, omdat Babette verdrietig is. En na een tijdje vindt Paul dat te lang duren. Dus dan gaat hij kijken waar ze blijven. En dan gaat het mobieltje in zijn broekzak af. En het mobieltje is van zijn zoon, Michel. Dus hij neemt op en dat is ook zijn zoon Michel die belde. En die zegt, pap, waarom heb je mijn mobiel? Ik kom nu halen. Dus toen ging zijn zoon, die kwam naar hem toe. En terwijl hij aan het wachten was op zijn zoon, ging hij een beetje scrollen in de filmpjes die op zijn telefoon staan. En toen kwam hij dus filmpjes tegen van zijn zoon en zijn neef. Die een zwerver in een pinautomaathokje in elkaar schoppen en uiteindelijk ook in brand steken. Nou, hij weet natuurlijk niet wat hij hiermee moet, want hij schrikt er best wel van dat zijn zoon het ooit heeft gedaan. Maar hij gaat er maar terug naar het restaurant en doet maar alsof hij niks weet. Maar hij vraagt wel aan zijn zoon waarom Michel nooit het heeft verteld over dit ongeluk. En dan zegt zijn zoon dat hij wordt gechanteerd door de geadopteerde zoon van Serge. Hij wil de beelden online zetten, maar hij probeert ze met geld te chanteren. Nou, als ze dan weer binnen het restaurant is, dan komt het onderwerp ineens aan bod. En zijn broer Serge die vindt dat ze het moeten opbiechten, maar de andere drie vinden dat ze hun zonen moeten beschermen en moeten denken aan hun toekomst. Ze vinden dat ze het niet moeten vertellen. Nou, dankjewel. Dan gaan we nu kijken naar een stukje trainen. Je zou kunnen zeggen dat dit het relaas is van iemand die het geluk probeert vast te houden. Mijn broer Serge had gereserveerd. We zijn er. Ik kijk niet. Je maakt de foto? Ja. Maar wel of Babette gehuild heeft. Want we moesten praten over onze kinderen. Betrave et fromage chèvre, tom de chèvre, verschillende texturen van biet en walnoot. Ja, dat weten we, want dat is precies wat we hebben besteld. Serge weet iets, anders zouden we hier niet zitten. Babette weet ook iets, anders zou ze niet huilen. Als ze maar niks tegen Claire zegt, die weet niets. En ik, jammer genoeg, ik weet alles. Mevrouw Graskamp, kunt u misschien wat meer vertellen over de ouder-kindrelatie in het boek? Jazeker, die komt duidelijk naar voren. Want je hebt natuurlijk de twee vaders, Serge en Paul, die weten wat hun zoons hebben gedaan. Ze hebben namelijk een moord gepleegd. En ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Serge die wil het graag opbiechten, omdat hij presidentskandidaat is. Dus hij wil natuurlijk niet in het probleem komen met de politie als ze er ooit later nog achter komen. Maar Serge die vindt juist dat ze hun zoon moeten beschermen en die wil dus niet opbiechten aan de politie of aan heel Nederland. Ja, ja. Dus je ziet wel dat ze allebei een verschillende band hebben. Die Paul die vindt het zeg maar, echt heel belangrijk hoe de toekomst van zijn zoon ooit uit zal gaan zien. En die Serge denkt eigenlijk alleen maar aan zichzelf omdat hij presidentskandidaat is. Oké. Okay. Kinderen hebben een band met de ouders, de een wat sterker dan de andere. Onderzoeker Freek Bucks heeft een onderzoek gedaan naar de ouder-kindrelatie. Tijdens de opvoeding moet er in de jonge jaren een stabiele basis gecreëerd worden. Tegenwoordig worden kinderen steeds vrijer opgevoed en worden de kinderen zelfstandiger. De gezinnen worden steeds kleiner en dat betekent dat er meer geld overblijft voor de kinderen. Orthopedagoog Amerita onderzocht dat ouders steeds minder nee zeggen tegen hun kinderen. Maar dat leidt ertoe dat kinderen steeds vrijer worden, iets wat negatieve effecten met zich meebrengt. Een kind heeft op cognitief en sociaal-emotioneel niveau baat bij een stevige opvoeding. Er moet een goede balans zijn tussen betrokkenheid en gezag tussen ouder en kind. Uiteindelijk moeten kinderen zich losmaken van hun ouders, maar dat kan alleen als er een stevige balans is tussen ouder-kindrelatie. Oké, alles wat u nu gezegd heeft is natuurlijk waar. Wil iemand hier nog op reageren? Nee. Oké, dan gaan we door naar het volgende boek van vanavond. Marcel Meuring is het grote verlangen. Marcel Meuring is hier vanavond. Goedenavond, welkom. Hallo. Kunt u ons wat meer vertellen over het boek? Natuurlijk. Het boek gaat over Sam, een jongen van 12 jaar oud. En zijn tweelingzus Lisa en ook zijn oudere broer Raf.
Hun ouders zijn door een auto-ongeluk om het leven gekomen en zijn alle drie in een pleeggezin ondergebracht. Het contact tussen hun drieën wordt verbroken, maar dat komt na een paar jaar toch weer tot stand als Sam begint contact te zoeken met Raf en Lisa. Door Sams werk krijgt hij genoeg tijd om over zijn leven na te denken. Hij komt tot de conclusie dat hij veel herinneringen van zijn jeugd helemaal kwijt is, maar bijna niemand van hem kan die herinneringen teruggeven. Door het verhaal heen probeert Sam zijn herinneringen van zijn jeugd terug te krijgen door goed naar Lisa en Raf te luisteren. Helaas is het voor Sam niet altijd iets leuks. Als hij al zijn herinneringen weer terug heeft, wil hij graag met zijn broer en zus naar de plaats van het ongeval om het gezin weer toch door te laten leven. Ze willen alle drie hun eigen gezin door laten leven door gewoon afscheid te nemen van het verleden en zich nu te richten op de toekomst. Nou, dankjewel meneer Meuring. Om u een indruk te geven thuis van de sfeer in het boek, gaan we nu kijken naar een fragmentje. Zoals in het boek beschreven wordt, zijn hier de mensen van elkaar gescheiden en dan is het moeilijk om een goede band te creëren. Over de opvoeding. In de opvoeding van kinderen speelt vormen van het zelfbeeld een belangrijke rol. Vooral de ouders hebben een belangrijke rol. Als de ouders het kind niet steunen, draagt het niet bij aan een positief zelfbeeld. Als de ouders te veel nadruk leggen op prestatie, krijgt het kind last van prestatiedwang. Als een kind niet voldoet aan de verwachte prestatie, heeft het kind het gevoel dat hij zijn ouders teleurstelt. Dit werkt juist negatief op het zelfbeeld. Juist als de ouders het kind steunen, krijgt een kind een positief zelfbeeld. Dank u wel, mevrouw de Gelder. Meneer Meuring, u bent schrijver van het boek en u weet natuurlijk hoe u de opvoeding in het boek heeft verwerkt. Kunt u misschien wat vertellen over de opvoeding in het boek? Ik kan het wel even doen. In het boek gaat het over de opvoeding van kinderen zonder hun echte ouders. Ze zijn alle drie opgegroeid in een pleeggezin en ze hebben het contact met elkaar verloren. In het verhaal is Sam het belangrijkst. Hij is door het verlies van zijn ouders zijn compleet stabiele basis van opvoeding kwijtgeraakt. Zijn leven is nu echt één grote puinhoop geworden en dat is eigenlijk al op zijn zesde levensjaar gebeurd. Pas als Sam een verhaal over een man die alles vergat hoorde, dan vindt hij alle herinneringen en oplossingen bij zichzelf weer terug. Zijn opvoeding is overgenomen door pleegouders, maar dat is wel eigenlijk een onnatuurlijke manier van opvoeden. Sam wordt opgevoed, maar de stabiele basis is eigenlijk wel weggebleven. Dankjewel meneer Meuring. En dan gaan we nu over naar het laatste boek van vanavond, namelijk De Kleine Blonde Dood van Boudewijn Bucht. Hier aan tafel hebben we Lisa de Jong, student literatuur aan de Universiteit van Groningen. Goedenavond mevrouw de Jong. Goedenavond. Mevrouw de Jong, u bent een hele grote fan van De Kleine Blonde Dood. Kunt u misschien wat meer vertellen over het boek? Natuurlijk kan ik wat vertellen over het boek. Ik ben immers een grote fan. In het boek spelen twee verhalen zich af. Het eerste verhaal gaat over Boudewijn en zijn vader. Het tweede verhaal gaat over Mickey, het zoontje van Boudewijn en Mieke. Nou, het eerste verhaal. De Joodse vader, Reiner Buch, is uit Duitsland gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Reiner heeft nog dagelijks de oorlog in zijn hoofd zitten en hij mishandelt zijn gezin regelmatig. Maar Boudewijn blijkt als enige van zeven zoons soms aardig met zijn vader op te kunnen schieten. Maar ondanks dat ze goed met elkaar op kunnen schieten, is Reiner ook vaak boos op Boudewijn. Hun relatie is een ingewikkelde vader-zoon relatie. En verder in het verhaal pleegt de vader van Boudewijn zelfmoord. Boudewijn krijgt het via zijn moeder te horen en is heel erg geschrokken.
Nou, het tweede verhaal gaat over Boudewijn. Boudewijn is homo, maar heeft in een dronken bui zijn 14 jaar oudere docent Mieke zwanger gemaakt. En uit deze zwangerschap krijgen ze een zoontje en die heet Mickey. De enige waar Boudewijn met heel zijn hart van houdt is Mickey. En Mieke en Boudewijn zijn allebei alcoholisten. En op een dag gaat Boudewijn met zijn vrienden naar Parijs, maar Mickey blijft achter in Nederland. Mickey mocht absoluut niet aan Mieke mee worden gegeven, omdat ze alcoholist is en zou dus uit de hand kunnen lopen. Toch gaat Mickey mee met Mieke. Toch gaat Mickey mee met Mieke en hij valt van de trap. Hij wordt door de ambulance opgehaald en in het ziekenhuis blijkt dat Mickey hersendood is. Boudewijn besluit om de stekkers van de apparatuur in het ziekenhuis eruit te trekken en Mickey daarmee te laten sterven. Hij kan de dood van zijn zoontje maar moeilijk verwerken en daarom besluit hij een microbiografie van Mickey te schrijven. Zo verwerkt hij zijn verdriet. Dank u wel, mevrouw de Jong. Mevrouw de Groot, kunt u nog wat vertellen over de vaders en de opvoeding van hun kinderen? Ik zou zeggen ja. Vaders spelen een andere rol in de opvoeding van kinderen dan moeders. Ik las hier laatst een artikel over van Dijken en Tafessio. In het artikel Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen blijkt dat over het algemeen men vindt dat vaders zorgzamer moeten worden. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de West-Europese en Amerikaanse literatuur over de opvoeding en de rol van de vaders. Volgens veel wetenschappelijke onderzoeken kunnen vaders voor jonge kinderen zorgen, maar de moeder moet in veel gevallen de primaire rol hebben. Vaders kunnen namelijk goed voor de kinderen zorgen, maar er zit wel degelijk een verschil tussen vader en moeders. Zo geven vaders de voorkeur aan fysieke actieve bezigheden en de moeder aan rustige spelletjes. Maar het maakt niet uit wat de kinderen doen als ze tijd doorbrengen met hun vader, als ze maar tijd met elkaar doorbrengen. De activiteit maakt niet uit. Toch zijn er meer overeenkomsten tussen vaders en moeders dan verschillen. Zo geven ze beide warmte, verzorging en intimiteit. Dit zorgt voor een positief resultaat bij kinderen. Vaders leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de identiteit van kinderen door te functioneren als een rolmodel en door interacties met kinderen. Vaders hebben een gunstige invloed als ze ondersteunend en verzorgend zijn. Vaders moedigen ook, meer dan moeders, de nieuwsgierigheid en ondernemingslust van het kind aan. Voor adolescenten zijn de vaders ook vaak een rolmodel, maar uit onderzoek van Paulson, Hill en Hornbeck blijkt wel dat jongens en meisjes aangeven een intiemere band te hebben met hun moeder dan met hun vader. Vaders geven aan de puberteit van het kind minder moeilijk te vinden dan dat de moeders vinden. Vaders stimuleren vooral de intellectuele ontwikkeling van hun zonen, maar ze meer emotioneel gehecht aan hun dochters. Nou, dankjewel mevrouw de Groot. Dan gaan we nu even naar een klein stukje uit de musical van De Kleine Blonde Dood kijken. Hé? Doe nou eens even rustig. Gewoon lief zijn, ja? Gewoon, kijk maar even naar de deur, hm? Ja, kijk maar naar de deur, papa komt zo. Oké. Oh, jee. Yeah. Wat dan? Weet je nog, Boudewijn? Wat dan? Jij kwam langs en ik sprong meteen om jou. Man, ik wist niet eens wie je was. Ik wist meteen. Papa. Ja. Hé! Hey. Doe jij eens even rustig met je vader. Oh, joh. Ga maar naar je kamer. Nee. Wel. Niet. Nu. Stom. Ja, dat kan best wel zo zijn, maar je gaat gewoon doen wat je moeder zegt. Je ziet er goed uit. Ja, jij ook. Ze heeft net opgeruimd. Het was een colerenzooi hier. Overal flessen. Jij, kamer, nu. En het stonk. Mickey! Nee! Misschien nog iets zeggen over De Kleine Blonde Dood? Of kunnen we het hierbij laten? Ik wou eigenlijk wel wat weten. Oh. Hoe zit het met die oude kinderrelatie? Want dat filmpje, dat vond ik wel schokkend. Nou, ik kan wel wat vertellen over de vader-zoonrelatie in het boek. In het boek zien we twee vader-zoonrelaties en de belangrijkste is die tussen Reiner en Boudewijn en de andere vader-zoonrelatie is die tussen Boudewijn en Mickey. De relatie tussen Boudewijn en zijn vader Reiner is wat stroef. Boudewijn kan wel veel zaken met zijn vader bespreken, maar omdat Reiner de oorlog heeft meegemaakt
heeft hij daar een trauma aan overgehouden. Als er binnen het gezin iets ter sprake komt dat met de oorlog te maken heeft, dan wordt hij boos en mishandelt hij zijn zoons of zijn vrouw. De vader heeft dus een probleem en een probleem waar Boudewijn onder lijdt. Maar toch is de relatie vrij goed, alleen zorgen de problemen er van de vader voor dat er problemen in het gezin ontstaan en daardoor loopt de relatie stroef. Stroever dan eigenlijk nodig is. En deze relatie loopt uiteindelijk ook stuk door verschillende ruzies en wordt beëindigd doordat de vader van Boudewijn zelfmoord pleegt. Nou, de andere relatie is dus de relatie tussen Boudewijn en Mickey. En die is heel anders. Boudewijn is liefdevol tegenover Mickey, maar omdat hij een slecht voorbeeld heeft gehad van zijn eigen vader, gaat het ook niet altijd even goed. Boudewijn doet wel zijn best om goed te zijn voor Mickey. En deze relatie heeft niet zoveel tijd gehad om zich te ontwikkelen, omdat Mickey maar 6 jaar is geworden. Dus je kunt de relaties niet helemaal met elkaar vergelijken. Mevrouw de Jong, vindt het eigenlijk wel goed dat u op deze manier het boek hebt geschreven? Of bent u eigenlijk wel tevreden met de manier waarop deze oude kindrelatie naar het boek voorkomt? Nou, ik vind het wel op een mooie manier geschreven. Oké. Dan gaan we nu het programma beëindigen, want de zendtijd zit erop. Ik wil graag mevrouw Graaskamp, mevrouw de Jong, mevrouw de Groot en meneer Meuring bedanken om hier, dat u hier vanavond was. Ik hoop dat u volgende keer weer kijkt naar Late Night en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Mevrouw Graaskamp, kunt u iets vertellen over de ouder-kindrelatie in het boek? Jazeker, die komt duidelijk naar voren. Want natuurlijk de twee vaders, Serge en Paul, die weten wat hun zoon heeft gedaan.